Deze ochtend mag ik met jullie over een heel mooi thema nadenken. En toen ik daar in de voorbereiding mee bezig was, moest ik ook denken aan een thema waar wij zelf ook in ons leven mee bezig zijn geweest. Daar hebben we uiteindelijk een hele cd over gemaakt en die cd heet Neil. Nou, misschien hebben die wel eens voorbij horen of zien komen. Nou, ik weet niet waar jij aan denkt bij het woordje neon. Maar toen ik dat, toen we daarmee bezig waren in de voorbereiding, moest ik denken aan, aan zoiets. Toch? Zo'n neonstaafje. Nou ja, als je hier naar kijkt, dan is het op zich, als je hier naar kijkt, dan is het niet zo heel veel bijzonders. Gewoon een staafje. Een plastic staafje. Het zegt niet zoveel eigenlijk. Maar op het moment dat je dit staafje eigenlijk begint te breken, wat ontstaat er dan? Het zijn hele slechte neonstaafjes van Action. Deze is gebroken, maar dan gaan ze licht geven, toch? Ja. Dat hoop je al, ja. Nee, ik hou maar even het licht. Dan gaan ze licht geven, toch? Ja. Oké, niks ten nadele van Action, maar goed. Die dingen gaan licht geven. Deze had ik thuis gebroken en ik hou hem in mijn zak en is die donker, gaat die licht geven. Nou ja, eigenlijk is dat een heel mooi beeld, ook van ons leven als mensen waar we leven. Weet je, eigenlijk is dit een beeld van iemand die nog zonder Jezus leeft. Waarom? Hij geeft nog geen licht. Hij leeft nog niet in het licht ergens. Maar ergens zie je wel de potentie. Hè? Je ziet van, als je deze gaat breken, als uit een goed staafje zijn, ik hoop dat we gaan het straks zien. Als hij die gaat breken, je ziet van, er zit wat kleur in. Er zit potentie in. Dat klopt ook. Waarom? Wat zegt de Bijbel in Genesis 1? Iedereen is gemaakt naar het evenbeeld van God. Dus Amen. Of je Jezus nou kent of niet, er ligt een stukje van God in ieder mens. Nou, dat is wel mooi nieuws, toch? In ieder mens, hoe je nou hier nou zit, of je Jezus nou kent of niet, er ligt een stukje van God in jou. Maar je bent niet bedoeld om zo eigenlijk te blijven, want je bent eigenlijk bedoeld om zo te worden. Nou, wat is dit dan? Dit is eigenlijk, als zou die, ja, ik was ook een dopje kwijt geraakt, dus het valt niet mee, hè? Net vakantie geweest en dan raak je allerlei dingen kwijt. Ik was hier onderweg en toen ik altijd over Achterwielense weg, dus stonden er opeens twee zanen voor mijn neus, dan moest ik een tijdje wachten. Met die fiets probeer ze dan een beetje een duwtje te geven. En op een gegeven moment die zwaan ervoor. Ik zei, jongen, wacht maar, ik heb mijn Bijbel in mijn hand. Als het moet, dan krijg je duimpjes. Maar goed, dat heb je in de zomer. Maar goed, het leven na vakantie valt niet altijd mee. Maar wat is dat beeld? Op het moment dat je zo'n ding gaat breken, dan gaat het licht geven. En eigenlijk is dit een heel mooi beeld eigenlijk van Jezus. Waarom? Jezus die is gekomen naar deze wereld om zichzelf te geven, om zichzelf te breken, om zijn hele leven te geven. Alles wie hij is, wie hij was, dat gaf hij. Waarom? Om uiteindelijk te zeggen, ik ben het licht van deze wereld. En ik heb mijzelf gegeven voor jou, voor ieder die hier zit. Nou, weet je, ik kom hier zo nog verder op terug. En als we eerlijk zijn, dan waren we allemaal ooit zo, toch? Allemaal leefden we zonder God, voordat we Jezus kenden, toch? U bent ook nog met vakantie, ja. We leefden zonder God, toch eerst? Voordat we Jezus kenden, waren we. Dus toen schijnden we nog geen licht. Bij Paulus zegt het ook. Voordat we Jezus kenden, waren we nog in de duisternis. Nou, ik wil een tekst met u gaan lezen. Uit Handelingen 2, vers 37 en 38. Hij komt ook op het scherm als het goed is. Dus lees even mee. En daar staat, en toen zij dit hoorden. Oh nee, even wachten. Als je meeleest in je eigen Bijbel, Handelingen 2, vers 37 en 38. Als u hier nieuw bent en denkt, gaan ze nou allemaal staan. Nou, als we het begin van Gods woord openen, dan gaan we met elkaar staan. Protocol. Vandaar. Dus, ja. Dat is een hele mooie gewoonte. Handelingen 2, vers 37 en 38. En daar staat, en toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ja, ik zal hem nog een keer lezen, want het is het enige stukje aan het begin.
En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Tot zover. Gaan zien. Nou, als je de context leest waarin dit staat, dan zie je dat Jezus net naar de hemel was gegaan. En voordat Jezus naar de hemel ging, had hij tegen zijn discipelen gezegd: ik zal een plaatsvervanger voor jullie sturen. En die plaatsvervanger zal zijn de Heilige Geest. En jullie moeten gaan en jullie moeten wachten. Nou, vorige week hebben we het over wachten gehad. Nou, uiteindelijk bleek dat die discipelen moesten in een kamer gaan wachten. En die moesten 10 dagen wachten uiteindelijk. Dat wisten ze van tevoren niet, maar ze moesten wachten. Ik kan me iets bij voorstellen dat op een gegeven moment ze het wachten misschien ook wel zat werden. En dat de 5e, de 6e dag, nou, een aantal mensen weggingen die enthousiast waren begonnen. Maar die dachten van, nou, het duurt me allemaal wel erg lang, waar blijft hij? Nou, wat gebeurde er toen? De Heilige Geest werd uitgestort. En iedereen waarop de Heilige Geest werd uitgestort, discipelen, die hadden allemaal vlammetjes op hun hoofd. En ze begonnen, op een gegeven moment begonnen ze allemaal in vreemde talen te spreken. Nou ja, als ik daarover nadenk, dan denk ik, ja, dat is zo bizar. Als je dat, kan je dat voorstellen? We kennen het verhaal wel, maar kan je het voorstellen dat de Heilige Geest wordt uitgestuurd en je ziet opeens allemaal mensen met vlammetjes op hun hoofd? Ja, nou, als kind hoor je dat bij de zondagsschool en dat geloof je. En als volwassene denk ik erna over na en dan hopelijk geloof je het nog steeds. Maar het is wel een bijzondere iets als je dat meegemaakt. Dus wat gebeurde hier eigenlijk? Die mensen werden zo geconfronteerd met de realiteit van God dat ze er niet omheen konden. Toch? Ze zagen zo, want ze zeiden eerst van, nou, die gasten zijn die hebben een beetje te veel gedronken. Hij zei: Petrus, nou, daar is iets te vroeg voor. Weet je wel, we zijn niet vol van de drang, maar we zijn vol van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is over ons gekomen. En ze konden er dus niet omheen dat Jezus bestond. Nou, weet je, ik heb ontdekt in mijn leven dat wij tegenwoordig leven in een wereld waarin we denken dat we het zonder God kunnen. Toch? Amen. Hoe groot was de noodzaak van morgen voor jou en voor mij om echt te zeggen: nou, Heer, hier ben ik, zonder u red ik het deze ochtend niet. Nou, als we eerlijk zijn, weet je wel, dan denk ik, nou, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik vaak genoeg, nou, ik kan het wel alleen. Weet je wel, daarom is zo'n lied wat we net als laatste zongen, is zo belangrijk. Om dat te zingen, I'm desperate for you, omdat het uitspreekt, het proclameert dat we zonder God niks kunnen. En we niet moeten gaan denken dat we het zonder hem wel redden. Nou, weet je, vroeg of laat komt er een moment in iemands leven, in je leven, dat je eens nadenkt over, nou, wat is nou het doel van mijn leven? Waarom ben ik hier nou? Wat doe ik hier nou? En waar leidt dit toe? Waar ben ik naar op zoek? Nou, weet je, over 2 weken, het werd net al verteld, 8 september hebben we een doopdienst. Toch? Ja. Zijn er al mensen hier die zich gaan laten dopen? Ja, ik kan wel geven. Een applaus. Nou, weet je, ook als ik naar jullie zou vragen, je maakt die keuze niet zomaar. Er is een moment gekomen waarop je zegt van, hey, waarom besta ik? Waar leidt mijn leven toe? Wat doe ik hier in dit leven? Een moment waarop je dacht van, hey, wat is het? En je gaat op zoek en de Bijbel zegt, wie zoekt, die zal vinden. Dus je bent erachter gekomen wie Jezus is. Nou, en wat zegt de Bijbel dan in deze tekst? En dan wil ik vooral met jullie kijken naar deze tekst, Handelingen 2 vers 38. En dan staat er, Handelingen 2 vers 38, bekeer u en laat u dopen. Nou, eigenlijk die twee woorden, bekering en doop. Wat is dat nou? Nou, als je kijkt naar het woord bekering, dan heeft dat in het Oude Testament een andere betekenis als in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, in het Hebreeuws, daar wordt het vertaald met omdraaien. Omkeren. Eigenlijk, je gaat een bepaalde kant op, maar je draait je om op het moment dat je tot bekering komt. Eigenlijk is dat een uiterlijke verandering, toch? He, je gaat een bepaalde weg en op een gegeven moment zeg je, nou, ik heb Jezus ontmoet, ik kom tot bekering, ik draai me om en het is een verandering die je uiteindelijk vanaf de buitenkant maakt, want je gaat een andere weg op. Nou, in het Nieuwe Testament, in het Grieks, betekent bekering iets anders. En dat is wel heel mooi, want wat staat daar in het Grieks betekent van gedachten veranderen. Dus als het in het Oude Testament betekent dat je je omdraait,
dat je een andere kant op gaat, een uiterlijke verandering, betekent het in het Nieuwe Testament dat je van gedachten verandert. Dus een innerlijke verandering. Dus als het gaat om bekering, heb je een uiterlijke verandering en een innerlijke verandering. Weet je, een innerlijke beslissing die gevolgd wordt door daden die daaraan beantwoorden. Niet langer jij leeft, maar Jezus leeft in mij. Amen. Kan je daar amen op zeggen? Amen. Yes. Niet langer jouw manier van denken, maar Jezus' manier van denken. Je oude leven verruil je in voor je nieuwe leven. Amen. Weet je, en dat is een moment. En, nou, weet je, sommige mensen hebben een Paulus-bekering gehad. Die zagen opeens het licht en die vielen van hun koe of paard. Die vielen van hun, stuk en die kwamen tot geloof. En ander is dat een proces geweest en het is een moment geweest dat je gezegd, nou, ik kies ervoor om te keren. Nou, weet je, dat is een eenmalige keuze, maar bekering is ook eigenlijk een dagelijks proces. Weet je wel, je kan 3 jaar geleden een keuze hebben gemaakt om je te bekeren, om je weg te veranderen, maar misschien is je weg op een gegeven moment een beetje naar rechts afgeweken of een beetje naar links. Of misschien zijn bepaalde gedachten anders gaan worden. En tuurlijk, je gedachte, daarom zegt Paulus ook in Romeinen, weet je wel, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Wat zegt hij daar eigenlijk? Bekeer dus steeds je denken dat verandert. Nou, weet je, als je kijkt naar ons mensen, wordt ons gedrag bepaald door hoe ik denk, toch? Mijn gedrag, wat ik doe, wordt bepaald door hoe ik denk. Weet je, en daarom zegt Paulus, verander je denken. Heel vaak hebben we wel eens kritiek op mensen of zeggen we, waarom gedraag je je zo? Nou, dat komt vaak omdat mensen op een bepaalde manier denken. En dan kan je proberen het gedrag te gaan veranderen. Maar wanneer gaat het pas werken, dat gedrag, dat gaat pas werken als het denken wordt vernieuwd en het denken wordt veranderd. Eigenlijk is het is wel heel mooi, eigenlijk met het beeld dat we hier hebben. Op het moment dat ik Jezus nog niet ken, is het alsof de wereld voor mij is en het kruis achter mij. En wij, met doop hebben we altijd zo'n mooi shirt. I have decided to follow Jesus. En wat zegt dat lied? The world, the cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. Maar voordat je Jezus leert kennen, is het the world before me, the cross behind me. Yes? En wat er gebeurt eigenlijk, die bekering draait zich om. En dan wordt het opeens the cross before me, the world behind me. Maar op het moment dat je nog zo leeft en the world before you have and the cross behind you, dan heeft er nog geen 180 graden bekering plaatsgevonden. Je moet van koers eigenlijk wijzigen. Je moet eigenlijk een U-turn maken in je leven. Nou, weet je, en dat is soms moeilijk en dat is soms lastig. Maar weet je, als je werkelijk wil leven, als je werkelijk tot je doel en je bestemming wil komen, zou je moeten beginnen om een U-turn te maken in je leven. Waarom? Van nature zijn we in zonde geboren. Van nature denken wij wel, ik kan het zelf wel, ik heb God niet nodig. En zelfs op het moment dat we al tot geloof zijn gekomen, kunnen wij nog heel vaak denken, ik heb God niet nodig, ik kan het zelf wel. Daarom is het zo belangrijk dat we steeds weer bij God bepaald worden, steeds weer hem de ruimte geven als we hem aanbidden, tot ons te spreken als we hem ontmoeten. En te zeggen, nou Heer, verander ook maar mijn denken opnieuw. Ik kies ervoor om mijn denken ook aan u te geven. Dat kan alle kanten opgaan, want je denken wordt elke dag beïnvloed door alles wat deze wereld te bieden heeft. Dat elke dag je denken beïnvloed wordt door het woord van God. Amen. Zodat je denken vernieuwd wordt. Weet je, Jezus geeft eigenlijk daar zelf antwoord op in Johannes 3 als hij in gesprek is met Nicodemus. Nicodemus. Nicodemus was een hele wijze man, dat was een geleerde. En die vraagt eigenlijk, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Hij komt eigenlijk bij Jezus. En dan moet je je voorstellen, dat was een man die alles kende. Die alles wist, hoe en wat. En die kwam bij Jezus en die zegt, ja, wat moet ik eigenlijk doen? En Jezus die zegt eigenlijk, als je niet wederom geboren bent, kan je in het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus als je niet die, nou eigenlijk in de, hoe we het nu vertalen, als je niet die U-turn in je leven maakt en die keuze maakt om je te bekeren, kan je niet het koninkrijk inkomen. Nou, dan hoor je wel eens mensen zeggen, misschien heb je die vraag wel eens gehad als je in gesprek bent met iemand die Jezus nog niet kent. Die zegt, nou, jij zegt toch dat jouw God liefde is?
Ja, ken je die vraag? Jij zegt toch dat jouw God liefde is? Dus jij zegt dat ik naar de hel ga. Heb je die vraag wel eens gehoord? Of dat mensen zo, zo in je face zeggen dat je eigenlijk denkt, ja, hey, wat moet ik daarom zeggen? Dat gevoel, dat je denkt, ja, God is liefde. Maar de Bijbel zegt, als je God niet kent, ga je naar de hel. Ja, we durven er eigenlijk amper over te praten. Nou, eerlijk gezegd kreeg ik die vraag ook vaak en ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest. Totdat ik een keer een interview zag op tv, waar Andries Knevel zat bij Jeroen Pauw. En Jeroen Pauw, tv-presentator, die kan altijd lekker direct zijn. En ze hadden op een gegeven moment een gesprek en dan zei dus, Kneveltje. Nou, zo zei hij niet, maar hij zei, ja, zo Andries. Dus jij zegt dat ik zal branden in de hel. Dan moet je nagaan, hè? Live televisie, er wordt niks geknipt. Bam, in je face. Nou, weet je, ik dacht zo, goeiedag. Als ik daar zou zitten, zou ik denk, wat gaat hij nou zeggen? Nou, hij gaf toen een antwoord dat ik nooit meer zou vergeten. En wat ik nu zelf ook gebruik aan mensen als ze me zo'n vraag stellen. Hij zegt, hij was eigenlijk heel rustig. Hij zegt, weet je Jeroen, als jij in dit leven ervoor kiest om zonder Jezus te leven, waarom zou je dan zometeen, als het leven hierna zou bestaan, opeens wel bij hem willen horen en met hem willen zijn? Het werd doodstil in de studio. Er was niks meer te zeggen. Weet je, God zoekt geen robots. God geeft ons allemaal een vrije keuze. En als wij ervoor kiezen om de cross achter ons te houden en de wereld voor ons, is God nog steeds vol liefde. Gaat zijn liefde nog steeds naar ons uit? Maar doet het God wel verdriet, omdat hij ernaar verlangt dat je die U-turn maakt in je leven, hoe jong of hoe oud je ook bent, en die keuze maakt om te draaien. Maar je hebt een vrije keuze. Maar weet wel dat altijd aan keuzes die je maakt in je leven, altijd een gevolg zit. Wat de keuze ook is. En daarom is deze keuze tot bekering, die oproep die hier klinkt in Handelingen 2, als Paulus of als Petrus, als de geest is uitgestort, die is zo belangrijk, want er staat er het allereerst, bekeer je. Maak die keuze. En die keuze kan niemand voor jou maken. Gisteren mocht ik zijn bij een dag van liedschrijvers. En daar was ook een vrouw bij. Die waren allemaal christelijke liedjeschrijvers. En één vrouw was erbij uitgenodigd en die geloofde nog niet. En die vrouw was blind. Nou, die had heel veel meegemaakt in haar leven. Maar die op een gegeven moment kwam ze aan het einde nog even naar me toe. En wilde ze me bedanken. En ik raak met haar aan de praten. En ik zie gewoon dat op het moment dat we gewoon staan te praten, dat ze eigenlijk dat Gods geest haar aanraakt. En ik zeg, mag ik voor je bidden? En ik mocht voor de bidden en ze begon helemaal te huilen en ze werd echt aangeraakt door Gods geest. En God is echt een proces met haar bezig. En ik kreeg eigenlijk een beeld van een schilderij wat ik wel eens heb gezien. Wat is naar aanleiding van Openbaring 3 vers 20. En wat staat er? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand open doet, ik zal binnenkomen en maaltijd met hem houden. En dat schilderij was eigenlijk, daar stond dat huis geschilderd met die deur. En Jezus aan de deur en die stond te kloppen. Alleen er was één ding op de schilderij wat eigenlijk heel apart was. En dat je dacht, hé, daar klopt hier niet. Waarom? Omdat er zat geen deurklink aan die deur. Weet je, en dat is het hele principe. Er zit geen enkele deurklink aan de buitenkant dat God die deur open ramt of naar binnen wil. Nee, vaak klopt God aan de deur van je hart. Amen. En misschien vandaag klopt God ook wel aan de deur van jouw hart. Voor het eerst, waarom? En laat hij jou zien dat er aan de binnenkant van jouw deur, van jouw hart, een deurklink zit. Waarom? Om de deur te openen. En Jezus welkom te heten. In jouw hart. En dat je mag weten dat hij binnen wil komen in jouw leven. Maaltijd met je wil houden. Dus eigenlijk het leven met jou wil gaan leven. En dat was hoe Nico Demus het antwoord eigenlijk van Jezus. Dat hij vroeg, hoe dan? Jezus zegt, ieder die in mij gelooft gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Amen. Romeinen 10 vers 9, als je met je hart gelooft en met je hart gelooft en met je mond belijdt dat Jezus Heer is, zal je gered zijn.
In Handeling 1, als je daar leest, staat dat er, dat er een tijd komt en dat die tijd nu is dat ieder die de naam van de Heer aan zal roepen, die zal gered worden. Weet je, we leven in tijden waarin ik geloof dat God een grote oogst binnen wil gaan halen. Dat er vele mensen tot Jezus mogen gaan komen. Waarom? Omdat ze gaan zien, hey, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En ik mag die keuze maken. Het enige wat je hoeft te doen, is met je hart geloven en met je mond belijden dat Jezus Heer is. Bekering. Dat is het eerste. Het tweede staat er, wat Peter zegt, als er gevraagd wordt, wat moeten we doen? Bekeer je en laat je dopen. Nou, weet je, dopen komt van het Griekse woord baptizo. En baptizo betekent onderdompelen. En onderdompelen, als het ware, onderdompelen, dopen. Misschien ken je het wel van het, als je een kopje thee drinkt met een koekje, dan doop je je koekje, doop je in de thee. Hè? Onderdompelen. Hè? Je besprenkelt je koekje niet. Nee, je doopt je koekje in de thee, je doet hem onder en je neemt er een hapje van. Nou, daar komt dat woord van. En dat is eigenlijk het woord dopen. Nou, waarom dopen we nou? Nou, er zijn heel veel redenen waarom we dopen. Maar ik wil eigenlijk deze ochtend 4 dingen kort met jullie laten zien waarom we dopen. Wat de Bijbel daarover zegt. En het eerste is, als je meeschrijft of als je aantekeningen maakt, let op. Het eerste is, dopen, dat is het begin van het worden van een leerling van Jezus. Amen. Het is het begin van het worden van een leerling van Jezus. Toen ik was 16, toen ik gedoopt werd. En ik stond na afloop stond in de rij. Hè, mensen konden feliciteren. En een zegt gefeliciteerd, de ander ook. En toen op een gegeven moment komt er een man naar me toe. En die zegt, en een wat oudere man, die zegt, zo jochie, welkom in de strijd. Ja. Ik dacht, goeiedag, waar kom jij vandaan, weet je wel? Ik denk, welkom in de strijd, weet je, kom op zeg. Ik ben net tot geloof gekomen en me laten dopen. Lekker bemoedigend. Maar, weet je, gaandeweg kom je erachter dat een hele waarheid is. Welkom in de strijd. Waarom? Omdat het dopen is het begin van het worden van een leerling van Jezus. Het begin. Wat zegt de Bijbel? Matthäus 28, vers 19. Ga heen naar alle volken, maak hen tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen? Amen. Dus het is niet een belijdenis van iets dat al geweest is, maar het begin van een nieuw leven hier op aarde. Nog een keer. Het dopen is niet een belijdenis van iets wat al geweest is. Nee, het is een begin van een nieuw leven hier op aarde als discipel. Weet je wel, en daarom werd de moordenaar aan het kruis werd ook niet gedood. Nou, daar was ook geen tijd meer voor. Maar, daar was, weet je wel. Maar waarom? Omdat het begin was van een leven hier op aarde. En hij had geen leven hier op aarde meer voor zich. Yes? Dus dat is het eerste. Het leerling, het begin van het leven als een discipel van Jezus. Het tweede, Galaten 3 vers 27. Daar zegt, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Weet je, dopen is een uiterlijke navolging van hem. Dopen is een uiterlijke navolging van Jezus. Paulus zegt, allen die met Christus gedoopt zijn, heeft zich met hem bekleed. Nou weet je, het heeft dus te maken met iets wat je uiterlijk doet, wat je laat zien. Weet je, daarom hebben we over 2 weken ook een doopdienst waar iedereen uitgenodigd is. Waarom? Omdat je uiterlijk een getuigenis kan laten geven en kan laten zien wat Jezus in je leven heeft gedaan. Weet je, hier kom je als gelovige openlijk vooruit. Het is eigenlijk net zoals bij een bruiloft. Bij een trouwplechtigheid. Hè? Je verbindt je uiterlijk aan hem of haar. Hè? Je laat dat zien. En daar wordt verondersteld dat dat dan echt de liefde is. Nou, weet je, aan de innerlijke kant, die bekering, of die keuze om voor iemand te kiezen als je trouwt, ja, dat kan ik niet zien. Ja, kan iemand op zijn mooie blauwe ogen geloven. Van, nou, je zal van hem of je zal van haar houden. Maar dat weet je niet. Maar de uiterlijke kant is dat je een ring om je vinger draagt en laat zien dat je trouw wilt zijn en diegene voor hem of voor haar kiest. Nou, hetzelfde met dopen. Of met bekering en dopen. Met bekering is een innerlijke keuze die je maakt, die je met dopen uiterlijk laat zien dat je Jezus wil volgen.
Amen? Amen. Yes, dat is het tweede. De derde is, dopen heeft alles te maken met je plek hier op aarde. Markus 16 vers 16 zegt, wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden geoordeeld. Nog een keer, wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden geoordeeld. Nou, hier hoor je wel het verschil. Dat dopen heeft niet te maken met je plek in de hemel. Hè? Er staat, wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, die zal worden geoordeeld. Er staat niet, wie niet gelooft en niet gedoopt is, zal worden geoordeeld. Dus het heeft niks te maken met je plek in de hemel. Want anders zou die moordenaar aan het kruis ook niet in de hemel komen. Nee, dat heeft met geloof te maken. Maar dopen heeft dus te maken met je plek hier op deze aarde. Het is eigenlijk dat je stelling neemt tegen je oude leven. Je neemt stelling en je kiest ervoor, mijn oude leven laat ik achter. En ik kies ervoor om Jezus, om dezelfde weg te gaan als mijn meester. Amen. Weet je, het is eigenlijk de full package. Weet je, als je alleen tot bekering bent gekomen, maar je hebt je niet laten dopen. Ja, het is eigenlijk de half package. Weet je, het hoort erbij. Het hoort erbij. Het is bekeer je en laat je dopen. En Johannes predikt het. Jezus deed het. Paulus schreef het. Petrus vertelde het. Dus wie zijn wij? Om te zeggen van, nou, dat is niet voor mij. En met Pinksteren zag je het ook. Als je de handelingen verder leest. 3000 mensen kwamen die dag tot geloof. Aanvaarden de boodschap. En ze lieten zich dopen. Ze volgden hun meester. Ze waren gehoorzaam. Dus dit is ook een gehoorzaamheid aan God om je te laten dopen. Dat is het derde. Het heeft dus te maken met je plek hier op aarde. En het vierde is, de doop heeft een krachtige uitwerking in de geestelijke wereld. Al zouden wij met onze natuurlijke ogen eens een kijkje kunnen nemen in de geestelijke wereld, dan ben ik ervan overtuigd dat je zal zien wat een strijd er gaande is rondom zielen, rondom mensenlevens, en wat een strijd er dus gaande is als het gaat om bekering en om doop. Want wat zegt Jacobus 2 vers 19? U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan, maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Weet je, de Bijbel zegt dat er een strijd is rondom elke ziel. Elke ziel die eigenlijk geboren wordt met zijn rug naar het kruis toe, met zijn gezicht naar de wereld. Daar is een strijd om gaande. Als jij openlijk beleidt door de doop dat Jezus Heer is en zijn voorbeeld hierin wilt volgen, weet je, dan is dat een machtig teken. Want je zegt eigenlijk in de hemelse gewesten, duivel, jij hebt niks meer aan mij, want ik behoor nu Jezus toe. Ik ga onder in het graf en ik sta weer op in nieuw leven. Ik ga onder in het graf met Jezus. Al het oude, al hetgene wat duister is, laat ik achter. En ik sta op in een nieuw leven met Jezus. Weet je, en daarom is er ook altijd zoveel strijd rondom de doop. Dus ik wil ook vragen voor degene die zich laten dopen. Dat wij er als gemeente ook voor bidden de komende weken. Dat ze mogen weten dat het de juiste keuze is. Dat je een fantastische keuze maakt. En dat het een openlijk laten zien is dat je niet meer toebehoort aan het rijk der duisternis, maar dat je hoort bij Jezus Christus. Amen? Amen. Dus wat is het dopen? Nog één keer. Het is het begin van het worden van een leerling van Jezus. Het is een uiterlijke navolging van Hem. Bekleed. Het heeft te maken met je plek hier op deze aarde. En het heeft een krachtige uitwerking in de geestelijke wereld. Weet je? En daarom gaat het ook niet bepaald, gaat het niet om een bepaalde leeftijd. Weet je, en daar gaan we het nu niet over hebben, maar de ene noemt het kinderdoop, andere volwassendoop. Nou, het gaat niet om een leeftijd, het gaat om een leeftijd die ervoor is dat je het besef hebt van deze dingen. Sommige mensen zijn 4 jaar en die beseffen dat al, van ik wil Jezus volgen en ik kies ervoor en ik wil me laten dopen. En sommige zijn 10, 20, 30, 40, maakt niet uit, weet je wel. Het gaat niet om een leeftijd, het gaat om een besef van deze dingen. Ja, ik wil Jezus volgen. Weet je, maar eigenlijk ook wat je ziet in de Bijbel, het gebeurde altijd achter elkaar. Bekering en doop. Ze maakten een keuze voor Jezus, die U-turn. En ze lieten zich dopen. Het staat niet van, met Naaman, hè. Hij bekeerde zich, hij wachtte 3 jaar en toen liet hij zich dopen.
Nee, weet je wel, het stond bij elkaar. Waarom? Op het moment dat je die keuze innerlijk maakt, is het belangrijk om dat uiterlijk te laten zien. Dus eigenlijk samengevat, het geloof bepaalt je eeuwige bestemming en je verhouding tot God. De doop bepaalt je plek hier op aarde en je verhouding tot de wereld om je heen. Het geloof bepaalt je eeuwige bestemming en je verhouding tot God, bekering. En de doop bepaalt je plek hier op aarde en je verhouding tot de wereld om je heen. Amen. Weet je, en dan kom ik eigenlijk weer terug bij die neonstaafjes. Zo waren we allemaal, toch? Toen we Jezus niet kenden, leefden wij in het donker, zegt de Bijbel. Maar de Bijbel zegt ook, misschien kan die tekst op de beamer, Colossenzen 3 vers 10. En wat staat daar dan? Jullie zijn nu nieuwe mensen. God geeft jullie inzichten om hem steeds beter te leren kennen. En zo gaan jullie steeds meer op God lijken die jullie gemaakt heeft. Je gaat steeds meer op God lijken die jullie heeft gemaakt omdat je een nieuw mens bent. Nou weet je, als je deze tekst in het Grieks leest, in de grondtekst, wat hier staat in het woord nieuw, dan het woord nieuw komt van het woord neos. En neos, neon komt van het woord neon. Neon komt van het woord neos. Dus eigenlijk wat hier staat, jullie zijn nu nieuwe mensen. Je bent nu een neos mens. Weet je, en wat is een nieuw mens? Een nieuw mens is een mens die leeft in de aanwezigheid van God. Een nieuw mens is iemand die leeft in het licht. Een nieuw mens is iemand die een keuze heeft gemaakt om zich te bekeren. En die een keuze blijft maken om zich zijn gedachten te laten vernieuwen. Om Jezus achterna te gaan. En hoe kunnen we dan meer gaan lijken op hem door te gaan doen wat Jezus deed? Nou weet je, Jezus gaf zijn leven. Hij liet zich dopen. En hij gaf zichzelf. Nou weet je, ik zal het even illustreren met dit voorbeeld. Als dit de nieuwe mens is, als dit Jezus is, en als dit de oude mens is, je bent geroepen om samen met Jezus te leven. Nou ja, kijk, als jij als oude mens blijft leven samen met de nieuwe mens, nou, dan gaat dat even, kijk, dan gaat het een beetje goed. Nou, je probeert en je doet, maar nee, je komt erachter, dat werkt niet. Waarom? Op het moment dat jij niet bereid bent om je oude mens te breken, zal je nooit ten volle tot je bestemming komen. Als je niet bereid bent om een keuze te maken voor Jezus, dan zal het nooit goed gaan. Waarom? Het zal lijken alsof het goed gaat, maar het gaat steeds weer mis. Waarom? Omdat die oude mens kan niet samen met die nieuwe mens. En dat is eigenlijk wat deze tekst zegt. Op het moment dat je bereid bent om jezelf te breken. Om jezelf te breken. Om jezelf te breken, om je angst, om je twijfel, om het aan God te geven. Om niet die oude mens te maken, maar om te zeggen, hey, ik kies ervoor om me om te keren. Ik kies ervoor om Jezus te volgen. Ik kies ervoor om alles aan hem te geven. Wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je licht geven. Dan ga je licht geven. Ik heb één handje nodig. Maar dan kan je heel even helpen. Ik ben mijn dopje kwijt, dus ik moet even improviseren. Wat gaat er dan gebeuren op het moment dat jij Jezus gaat volgen en gaat shinen en jezelf gaat breken? Weet je, nou ja, hij doet het echt niet, maar dus bedankt. Awww. Dat is zo goed, ja. Dat ligt maar weer aan, anders zie je bijvoorbeeld niet. Wat gaat er dan gebeuren als jij jezelf gaat geven en jezelf gaat breken? Dan word je één met Jezus. En op het moment dat je één met Jezus wordt, dan leeft Jezus in jou en dan kan dat niet meer los. Zie je? Ja, kom aan. Dan kan dat niet meer los. Weet je, maar het vraagt om jezelf te breken en om je oude mens op te geven. En om een keuze te maken, om een U-turn te maken in je leven. En kan je dit zeggen? Genade is gratis. Jezus aannemen kost je niets.
maar een volgeling van Jezus zijn en blijven. Kost je alles. Amen. Het kost je hele eigen ik, het kost je eigen wil, het kost je eigen, noem het maar op. Het kost je hele leven. Waarom? Omdat het elke dag weer een vernieuwing van denken is. Elke dag weer zeggen, ja Heer, niet ik, maar u. Amen. Zodat ik samen met u mag leven en met u mag wandelen. Weet je, en dat is wat God deze ochtend ook gewoon wil zeggen, waartoe hij je wil uitnodigen. Hij wil je uitnodigen om te zeggen, hey, leef niet langer voor jezelf, maar kies ervoor om je om te draaien. Kies ervoor om de wereld achter je te laten en het kruis voor je te houden.